Dit is het Venlose Nieuws met vandaag. VVV ontslaat Jan van Dijk. Dode ponies in Weiland. En problemen en plezier door sneeuw. Goedenavond. Jan van Dijk is ontslagen als trainer van VVV. De 54-jarige van Dijk stond 2,5 jaar aan het roer van de club. Volgens voorzitter Hai Beerden zijn de resultaten zo slecht dat er nu iets moet gebeuren. VVV wil op korte termijn een nieuwe trainer presenteren. Vanmiddag om 3:30 werd het ontslag van Jan van Dijk bij VVV toegelicht op een persconferentie in stadion De Koel. Ondanks inspanningen van iedereen, alle betrokkenen, zijn de resultaten tot nog toe onveranderd slecht. En enig perspectief is helaas momenteel niet in zicht. En daarom vinden wij, is het nu tijd voor een nieuwe koers. Als bestuur en management hebben we daarom besluit genomen om de samenwerking met Jan van Dijk, onze trainer, te beëindigen. Nou, hij heeft, bij VVV heeft hij een tweetal bijzonder succesvolle jaren gehad. Maar in het begin van dit jaar kwam daar op enig moment toch de klad in. We zagen echt een neergaande spiraal. En met als gevolg dat wij op dit moment op positie staan die ook weinig perspectief voor VVV biedt. En nou, dat heeft ons doen besluiten om te kiezen voor een nieuwe koers. En ja goed, zoals dat vaak in het voetbal is, betekent dat ook een nieuwe trainer. Jan van Dijk was van alle trainers in de huidige eredivisie de langst zittende. Maar het volgende statistiekje spreekt niet in het voordeel van de oefenmeester uit Deventer. Van de 34 competitiewedstrijden die VVV in 2010 speelde, won de ploeg er maar 7. De trainer die wordt hiermee verantwoordelijk gehouden voor de resultaten. Natuurlijk heeft VVV niet de garantie dat als er straks een nieuwe trainer voorstaat, dat het dan wel allemaal werkt. Nee, dat klopt. Die garantie die heb je nooit. En dat zal ook in dit geval niet zo zijn. Maar ja, je moet natuurlijk als club wel iets doen. Er moet een andere wind gaan waaien. En wij denken dat dit toch op dit moment het meest voor de hand ligt. Hoe moet VVV nu verder? Ja, we zullen natuurlijk zo snel mogelijk op zoek moeten gaan naar een nieuwe trainer. Je kunt het natuurlijk pas op het moment dat je met de zittende trainer ook daarover duidelijkheid hebt. Nou, het is nu natuurlijk de taak aan Mario Kaptein om daar invulling aan te geven. En ja goed, we moeten natuurlijk heel goed kijken van welke specifieke kwaliteiten gaan wij van zo'n trainer vragen. En daar zal ik met name de nadruk op leggen. Het ontslag van Van Dijk zou de eerste stap moeten zijn op weg naar betere resultaten. Maar Beerde is ook vastbesloten om in de winterstop de selectie nog een impuls te geven. Dat denk ik wel. Nu is dat ook niet ongebruikelijk. VVV heeft ieder jaar wel tijdens de winterstop getracht spelers te halen. Dat is ook vaker gebeurd. En onze insteek is ook iedere zomer dat wij beginnen met een bepaalde groep. En dat we gaan die eerste competitiehelft kijken waar nog versterkingen nodig is. En dat zal ook deze winterstop zal het gaan gebeuren. Ik denk dat het op dit moment ook wat meer nodig is als in voorgaande jaren. Als VVV niet op hele korte termijn een trainer vindt, zal assistenttrainer Wil Boezen vanaf begin januari de honneurs waarnemen. Jan van Dijk was dus 2,5 jaar verbonden aan VVV. Een periode met in het begin vooral veel hoogtepunten. De laatste maanden ging het bergafwaarts. Jan van Dijk trad in de zomer van 2008 aan als trainer van VVV. De in Deventer geboren oefenmeester volgde André Wetzel op die met VVV degradeerde uit de eredivisie. Na beslissingswedstrijden tegen ADO Den Haag, waar Wetzel al een contract getekend had. Van Dijk begon het seizoen 2008-2009 met een sterke selectie als gevolg van het jaar eredivisie. Maar uiteindelijk willen we heel graag promoveren en alle voorwaarden zijn ook geschapen. Als je ziet hoe de kracht van de selectie is, de breedte van de selectie is, kwalitatief is het goed. Absolute smaakmaker in de ploeg was Keiske Honda, die een half jaar eerder vanuit Japan naar Venlo was gekomen. Honda werd gekozen tot beste speler van de Jupiler League. Sandro Calabro werd topscorer en VVV met overmacht kampioen. Het seizoen in de eredivisie ging voor VVV positief verder. De ene na de andere tegenstander werd verrast. En rond de winterstop was de club al vrijwel zeker van lijfsbehoud in de eredivisie. Maar rond de jaarwisseling moest Van Dijk zijn sterspeler Keiske Honda laten gaan.
Een riante vergoeding vanuit Moskou voor de Japanner kwam niet direct terug in de selectie van VVV. Het kocht wel twee Nigeriaanse talenten, Uchebo en Nekuma. Net als de Japanner Maya Yoshida. Maar die laatste raakte direct geblesseerd en maakte pas in oktober 2010 zijn debuut voor VVV. Zonder Honda ploeterde VVV naar het einde van de competitie. Lange tijd stond de ploeg maar net boven de degradatiestreep. Overwinningen in de laatste wedstrijden tegen NEC en RKC zorgden toch nog voor een uitstekende 12e plaats. Jan van Dijk en de Venlose voetbalvereniging zijn ook het volgende seizoen actief in de Eredivisie. In de zomer raakte Van Dijk dragende spelers kwijt. Ouassar en Schaken vertrokken naar Feyenoord. Gonzalo Garcia ging terug naar Groningen en Sandro Calabro ging naar Zwitserland. De selectie werd versterkt met de Portugezen Josué Enchula, Brian Linssen, de Hongaar Ballas Toot en later ook met de Nigeriaan Ahmed Moussa. Maar Van Dijk kreeg de selectie niet goed genoeg aan het voetballen. Het vertrek van Honda bleek meer dan een aderlating te zijn. Genoeg hebben we inderdaad nog redelijk veel kansen gehad. En als je die niet scoort en je geeft zo de wedstrijd uit handen doordat je zelf niet scoort en heel veel balverlies leidt, ja, dan is de vraag om problemen. In oktober liet voorzitter Hai Beerde alles hardop doorschemeren dat de positie van Van Dijk maar eens heroverwogen moest worden. Ik heb mijn zorg uitgesproken over de stand op de ranglijst. En ik denk nogmaals dat die relatie alleen maar beter wordt. De steun voor de trainer vanuit technische staf en selectie was er nog en dus bleef Van Dijk aan. Vertrouwen zit aan beide kanten. En we zijn het veld opgegaan. Ik heb het medegedeeld aan de spelersgroep die er natuurlijk ook mee in de maag zat. En dat is normaal gesproken niet de beste voorbereiding voor zo'n wedstrijd. Maar goed, dat zijn dingen die gebeuren. We hebben daar een fijne training van gemaakt. Je ziet ook de uitgelaten spelers en die zijn ook al opgelucht, moet ik zeggen. De resultaten bleven echter onverminderd slecht. Op dit moment heeft VVV 10 punten uit 18 gespeelde wedstrijden. Vandaag, op maandag 20 december, werd de 54-jarige Jan van Dijk ontslagen. Een luguber beeld. In een wei aan de Onderste Molenweg lag vanmorgen een aantal dode ponies. De dieren van John Aquarius zijn dit weekend waarschijnlijk door vergiftiging om het leven gekomen. In totaal zijn er al 6 gestorven. De volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Ja, hier zie je nog dus dat de veearts hem geschoren heeft en dat de spuitjes het gehad. Zwaar aangeslagen is John Aquarius. Zaterdag stonden er gewoon nog 14 kerngezonde ponies in zijn wei aan de Onderste Molenweg. Gisteren werd hij gebeld en hoorde hij dat er iets mis was. Gistermorgen werd gebeld om 9:30 door mijn vader en dat er een pony in een draad zoet. Ja, en toen even, toen belt hij mij terug op en toen zei hij tegen mij, pap, daar liggen er al 2, zei hij. Als eerste wij de logende pony al doet, de tweede dus zit hij in een draad vast, deze is nog een paar minuten, is hij ook gestorven. Nou, een uurje daarna, toen is het andere peert gestorven, door een half uur weer daarna, toen is de vierde gestorven. Nou, gisteren is er de vierde gegaan tegen de noorden aan. En de zesde pony is inmiddels dus ook al overleden. De ponies zijn waarschijnlijk door vergiftiging gedood. Volgens de politie is de kans groot dat voorbijgangers de beesten de giftige plant Taxus hebben gevoerd. Het zien net kinger van dicht. Die zien zo taam en die komen ook naar iedereen toe. Dus als iemand een kooi bedoeling heeft van wat tevoren, ja, natuurlijk komen die. Dat zien die gewend inderdaad. Dat is ook slecht en toe. Dit is er heel slecht en toe. Dit is ook een pony die je het niet raadde. En ik kan alleen maar toekijken, want dit is ook wat de viert zit. Dit is trap of eronder. Gisteren heeft John al 3 ponies weggehaald uit de wei. De andere lagen er vanmorgen nog. De familie Aquarius heeft al vele jaren ponies. Ook vader Wiel is zeer aangedaan door wat er gebeurd is. Maar we stonden hier nou in de wei, er liggen overal doe je ponies er maar zeer. Als je dat zo ziet, dan moet ik toch enorm aangriepen? Ja, natuurlijk. Dat griep zeker aan. Dat is heel erg, maar wat doe je me maar? Niks. Hè. En ik moet me ook een beetje flink halen voor mijn zoon. En hij verzorgt de peerde echt heel goed. Je kent hem persoonlijk ook? Nou, niet persoonlijk, maar hij komt iedere dag langs met vers hui en alles en water. En dus dan tussen dan dat de beesten goed verzorgd werden. De ponies die nu nog in de wei staan hebben het zwaar te verduren. Ze zijn inmiddels gevaccineerd, maar waarschijnlijk haalt ook een aantal van hen het einde van de dag niet.
In het glazen huis van Omroep Venlo FM is vrijdag en zaterdag ruim 8.500 euro opgehaald. Dit bedrag wordt aangevuld met andere opbrengsten van de strolende sterrenactie. Medewerkers van de omroep maakten vanaf vrijdagmiddag 5 uur 24 uur live radio vanuit een glazen huis op de markt voor het stadhuis. Er waren optredens en bijzondere gasten. Tegen betaling van tenminste €2,50 kon iedereen op de radio een kerstgoed uitbrengen of een plaat aanvragen. Het glazen huis van Omroep Venlo maakt deel uit van de actie Strollende Sterren van de stichting Kiwanis Venlo Sint-Merte. Aansluitend aan de radio-uitzending was er de Santa Run. Deelnemers renden verkleed als kerstman een kleine 3 kilometer door het centrum. Zaterdag is voor het 4e jaar een kerstboom met gesponsorde lampjes op het Nedinsko-gebouw geplaatst. De totale opbrengst van de Strollende Sterrenactie wordt binnenkort bekendgemaakt. Het geld gaat naar de MA-run. De 25-jarige jubileumeditie van de Toertocht in 2011 dreigde om financiële redenen niet door te gaan. Tijdens de MA-run worden verstandelijk gehandicapte kinderen in het zijspan van motors door de regio gereden. En energie heb ik, ga geen gebrek. Ik doe nu 3 dagen gek, zoek uit dan alles wie vanzelf. In het Roodhoes in Blerik was afgelopen weekend de laatste masterclass van Moos. In 6 bijeenkomsten zijn jongeren tussen de 14 en 18 jaar begeleid bij het maken van hun eigen vastelovensnummer. Van professionals uit de omgeving leren ze hoe ze hun eigen nummer kunnen schrijven, componeren en presenteren. In de laatste masterclass kwam performance aan bod. 6 deelnemers die in de masterclasses zijn klaargestoomd, treden op 29 januari op tijdens het Nachtegala in het Roodhoes. Daar worden ze beoordeeld door een vakjury. Na weken van sneeuw en vorst heeft de gemeente niet veel strooizout meer. Het strooibeleid is vooralsnog ongewijzigd. Er wordt niet gestrooid tijdens sneeuwbuien. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente laten weten. Er is een grote partij nieuw strooizout besteld, maar het is de vraag of dat zout er komt. In de gemeente is vandaag geen huisval opgehaald. Door de hevige sneeuwval zijn verschillende wegen voor de vuilniswagens van Van Ganzenwinkel onbegaanbaar. Het bedrijf wil de veiligheid van eigen medewerkers en inwoners bovendien niet in gevaar brengen. Op veel snelwegen in Nederland is vandaag een lagere maximumsnelheid aangegeven. Naast de problemen zorgt het weer ook voor veel plezier en mooie plaatjes. En dat was het Venlose nieuws voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf 5:30. Ik wens u een heel fijne avond.